Ja. Hallo, ik ben Selma. En ik ben Anders. En wij willen ons plan presenteren. Ja, vrijdagmiddag couscous. Nou, jongeren hebben recht op persoonlijke ontwikkeling, alleen krijgen ze daar niet de mogelijkheid voor. Deze jongeren hebben een omgeving nodig waar ze hun vleugels verder kunnen uitslaan. Ja, want de overheid en overige instanties die richten zich vooral eigenlijk op symptoombestrijding. En, en jongeren hebben gewoon soms dat extra duwtje in de rug nodig om zich verder te ontplooien. Dus het wordt eigenlijk tijd om onbenutte talenten te benutten. Nou, het idee van de vrijdagmiddag couscous is ontstaan door Marco, die de afgelopen 8 jaar Marokko heeft bestudeerd. Hij heeft daar ook gewoond als een arm mens en ook als een rijke persoon. Zo heeft hij alle omstandigheden mogen meemaken. Nou, het viel hem op dat op vrijdagmiddag de mensen aan tafel zitten met couscous en vanuit betrokkenheid maatschappelijke ontwikkelingen bespreken en zo elkaar inspireren. Met dit als doel om elkaar te ontmoeten, verbinden, inspireren en motiveren en zo de gelijkwaardigheid te creëren tussen de mensen. Ja, en de vrijdagmiddag wil dus echt bruggen slaan tussen verschillende gemeenschappen naar de Rotterdamse samenleving. Dus echt, jongeren krijgen ook echt de mogelijkheid om hun talenten te benutten en ook die eigenlijk te ontdekken. En het is zelf toegankelijk voor iedereen, dus hierbij nodigen wij ook jullie uit voor de vrijdagmiddag couscous op 30 november in IRL Meetup Alexander. Of anders op 25 januari. Dus kortom, stem voor de toekomst van de jongeren, want zij zijn de toekomst van Rotterdam.